Hola, goed dat je kijkt naar deze video. Vandaag is het 7 mei en op 7 mei krijg je 7 CBR-examenvragen te zien. De eerste vraag is: welke verkeersregels moet een bestuurder van een snorfiets volgen? Is dat antwoord A, de verkeersregels voor fietsers? Is dat antwoord B, de verkeersregels voor bromfietsers? Of is het antwoord C, de verkeersregels voor bromfietsers en fietsers? Nou, wat staat er in de wet? In de wet staat dat de regels van het RVV betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald. Dus antwoord A, dat is het juiste antwoord. Ja, dus een snorfiets moet de regels volgen voor fietsers. Dat betekent, als jij een verplicht fietspad ziet, dat de bestuurder van een snorfiets op dat verplichte fietspad moet rijden. Behalve in sommige steden, daar mogen ze dat weer niet. Want ja, die steden denken dat ze niet bij Nederland horen en hun eigen verkeerswetten kunnen maken, zoals Amsterdam. Maar ja, Amsterdam heeft wel meer eigen regels en wetten. Maar nou vraag nummer 2. Hoe lang is iemand van 16 jaar oud een beginnend bestuurder als hij slaagt voor zijn rijbewijs AM? En AM, dat is je scooterrijbewijs, dat zie je hier op de foto, de bovenste AM. Is hij dan 7 jaar een beginnend bestuurder, 10 jaar een beginnend bestuurder of 5 jaar een beginnend bestuurder? Wel, iemand die voor de eerste keer zijn scooterrijbewijs haalt als hij 16 jaar oud is, is 7 jaar een beginnend bestuurder. Dus iemand die onder de 18 jaar is en voor de allereerste keer in zijn leven slaagt voor een rijbewijs, is 7 jaar lang een beginnend bestuurder. Iemand die 18 jaar of ouder is en voor de eerste keer slaagt voor een rijbewijs, ofwel scooterrijbewijs, of auto, of motor, die is 5 jaar lang een beginnend bestuurder. Maar nu wordt het ingewikkeld. Want haal je op je 16e of 17-jarige leeftijd eerst een bromfietsrijbewijs, of je trekkerrijbewijs, het rijbewijs T, wat je hieronder op ziet, ja, dan ben je 7 jaar een beginnend bestuurder. Maar haal je op je 17-jarige leeftijd ook het autorijbewijs, dan ben je opeens 5 jaar beginnend bestuurder. En dat gaat in vanaf het moment dat je autorijbewijs is afgegeven. Dus als jij, zeg maar, een week na je 16e verjaardag je scooterrijbewijs haalt, ben je 7 jaar beginnend bestuurder. Maar haal je een week voordat je 18 wordt je autorijbewijs, dan ben je 5 jaar beginnend bestuurder. En vanaf die week voor je 18e ben je 5 jaar beginnend bestuurder. Nou, haal je voor je 18e eerst het rijbewijs AM of T, dus je scooterrijbewijs of trekkerrijbewijs. En ga je je autorijbewijs halen nadat je 18 jaar geworden bent, dan blijf je gewoon 7 jaar lang een beginnend bestuurder. En dat geldt vanaf het moment waarop je voor de eerste keer of het scooterrijbewijs of het trekkerrijbewijs hebt gehaald. Ik weet, het is ingewikkeld. Makkelijker kan ik het niet maken. Maar je moet het wel weten als je theorie-examen gaat doen. Dan gaan we naar vraag nummer 3. En dat is een voorrangsvraagje. Dus nummertje 1, 2 en 3 moeten naar het juiste plekje. Nou, wat zien we? We zien een busje, we zien een voetganger en we zien een auto. En we zien hier een bord dat deze auto voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Dus aan de fietsen, de bromfietsen, de snorfietsen en aan de auto's die op de kruisende weg rijden. Dus dat betekent dat als eerste mag het busje. En omdat haaientanden vertellen dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg, hoef je geen voorrang te verlenen aan deze voetganger hier. Dus de auto kan gewoon doorrijden. En dan natuurlijk als laatste, want er is geen andere mogelijkheid meer, gaat de voetganger. Gaan we naar vraag nummer 4. Je rijdt op een spitsstrook. Dat zie je hier op het bord. De spitsstrook is open. En je krijgt pech met je voertuig. Wat moet je dan gaan doen? Antwoord A. Je gaat achter de vangrail of in de berm staan en gaat de wegenwacht bellen. Antwoord B. Je gaat achter de vangrail of in de berm staan en belt onmiddellijk 112. Of je gaat achter de auto staan en gaat daar springen en dansen en je gaat het achteropkomende verkeer waarschuwen.
Nou, antwoord C, daar ben je niet goed bij je hoofd als je dat doet. Dus die kunnen we weggooien. Maar bel je dan de wegenwacht of bel je 112? Ja, ik weet dat veel mensen de wegenwacht invullen, maar dat is toch niet goed. Want als de spitsstrook open is, dan rijden hier auto's. En als jij daar stilstaat, levert dat een hele gevaarlijke situatie op. In ieder geval zou het kunnen opleveren. Dus wat ga je doen? Je pakt je telefoon, je belt 112, je zegt ik sta hier en daar op de autosnelweg, op de spitsstrook. En hij doet het niet meer. Dan zorgt 112 ervoor dat hier meteen, zo snel mogelijk, 1 of 2 rode kruisen komen te staan. En dat is veiliger voor jouw auto en zeker weten ook veiliger voor de andere bestuurders die eraan komen. Dus als de spitsstrook open is, bel je 112. Is de spitsstrook dicht, dan mogen hier geen auto's rijden. En als je daar dan met pech staat, dan bel je de wegenwacht. Of je broer of je zus. Vraag nummer 5. Wat is de maximumsnelheid voor een auto met een aanhangwagen op deze weg? Is het antwoord A 60, antwoord B 80 of antwoord C 90 km per uur? Nou, we zien hier een weg met dubbele streepjes. Ja, dat zijn onderbroken streepjes, dus je zou mogen inhalen als dat veilig kan. Tenminste, als dit bord er niet zou staan. Want dit bord zegt, je mag wel inhalen als het een trekker is. Maar is het een brommobiel, die mag er ook rijden. Of is het een motor, een auto of een vrachtauto, dan mag je niet inhalen. En dat komt allemaal door dit bord. En dat het de voorrangsweg is, dat is leuk. Nou, we zien na het bord geen kruispunt, dus we rijden buiten waar Wouter kom. En buiten waar Wouter kom is de maximumsnelheid voor een auto, maar ook een auto met een aanhangwagen, 80. Dus ga dan geen 90 invullen, hè, want dan gaat iedereen een karretje erachter doen om 90 te mogen rijden. Ja, 80 is 80, blijft 80. Nummer 6, je parkeert hier, mag dat, ja of nee? Nou, als we naar de foto kijken, zien we hier een fietsstrook. En op een fietsstrook, dan mag je niet stilstaan. Maar dat doe je niet, je staat niet op de fietsstrook. En je mag ook niet stilstaan op de rijbaan naast een fietsstrook. Is ook niet handig, want dan kan er niemand meer door. Maar er staat niet bij dat je niet in de berm naast een fietsstrook mag staan. Dus je parkeert dan, mag dat? Ja hoor, dat mag. Je mag dan parkeren als je dat wil, wat je daar wil doen. Is mijn raadsel, maar het mag wel. Nou, omdat vandaag 7 mei is, is dit de laatste vraag van deze video. En je ziet in de verte een file. Wat ga je het beste doen volgens meneer CDR? Is het antwoord A, de waarschuwingslichten aanzetten? Antwoord B, beginnen met remmen. Of antwoord C, snelheid verminderen en rustig aansluiten. Antwoord C is een veel gekozen antwoord, maar bij het CBR is dat weer niet goed. Bij het CBR kies je voor antwoord A. En waarom kies je voor antwoord A? Nou, als jij die waarschuwingslichten aanzet, dan waarschuw jij de mensen achter jou voor een stilstaande of langzaam rijdende file in de verte, omdat ze die misschien niet gezien hebben. Ja. Sta alleen maar antwoord B en C er staan, dan kies je snelheid verminderen en rustig aansluiten. Oké, dan was dit de laatste vraag voor deze video. 7 mei, 7 vragen. Ik hoop dat je weer wat geleerd hebt. En ik zie je morgen op 8 mei weer terug met 8 vragen. Ik wens je een fijne dag voor de rest. Bedankt voor het kijken. Hasta mañana. Ciao.